MVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, Maastricht Region en Keno Media. Zo, Matteo. Ja. Daar heb je even. Dat je even rustig naar huis te kunnen gaan. Helaas. Je krijgt 3 minuten de tijd om eerlijk antwoord te geven op de vragen. Want anders kan je nog wel eventjes een paar nachtjes hier blijven. Oké. Het gaat lekker met MVV, hè? Ja, het gaat heel lekker. Momenteel wel. Hoe kan dat? Vertel. Ja, we hebben een heel goede groep. Een heel jonge groep. En iedereen wil voor elkaar werken. Dus dat zie je ook op het veld. Ja. En de aanvoerdersband? Ja, die draag ik lekker. Ja? Ja? Hoe leg eens uit, wat houdt dat precies in, aanvoerder zijn? Ja, ik denk dat je toch een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar de groep toe. Een beetje leidersfunctie hebben op het veld en naast het veld. En die probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren. Ja. Mijn grootste kwaliteiten zijn? Ik denk mijn passen en mijn indribbelen. Met mijn rechtervoet kan ik niks. Fout. Lekker uit. Ik ben niet even goed als... mijn rechts is niet even goed als mijn links, maar ik kan nog wel een bal inspelen of een goede aanname doen. Oké. Okay. Eerlijk, wat voor seizoen dacht je dat het ging worden? Ik dacht dat we gewoon, gewoon gingen meedoen voor de middenmoot, maar dit is natuurlijk veel beter. Ja. Hoe dicht was je bij een transfer? Ja, heel dicht. Maar ik ben hier nu heel blij dat ik hier blijf, dus het is niet zo erg, nee. Je favoriete club naast MVV? AC Milan. Omschrijf je droomvrouw eens. Een droomvrouw, oei. Ik val meer op blond dan op brunette. Kleiner dan ik, gewoon schattig en iemand die niet te druk is. Oké. Okay. Je favoriete tv-programma? Thuis. Ik ken niemand. Je mooiste voetbalervaring? Mooiste voetbalervaring? Ik denk mijn debuut bij Antwerpen in een oefenwedstrijd toen ik 16 was. Hoe voelde dat? Ja, het was magisch om in het Basel Stadion te mogen spelen. Na het voetbal word ik? Wereldreiziger. Met welke ploeggenoot trek je het meeste op? Goeie vraag. Met de Belgen gewoon. Je favoriete muziek? Hip-hop. Wie wordt kampioen in de keukenkampioendivisie? PEC. En MVV, welke plek eindigt die? Zesde. Je favoriete gerecht? Pizza. Met? Met gewoon pizza margherita. Dat is het. Meest Italiaanse ooit. Hoe vaak per maand ga je naar McDonald's? Niet zo heel vaak. Misschien 1 keer. Mooiste vrouw die je kent? Mijn mama. Het kip of het ei? Wat kwam eerst? Kip. Waarom? Ja, geen idee. Dankjewel, je mag gaan. Dankjewel. MVV-TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, Maastricht Region en Keno Media.